80 nieuwe buitengewone ambtenaren van politie BAVP zijn beëdigd in aanwezigheid van procureur-generaal Garsha Parag Singh, die hen wees op hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid en rechtvaardigheid. Inspecteur Milton Kensmil benadrukte de strenge opleiding en de verantwoordelijkheid die gepaard gaat met politiebevoegdheden. Deze beëdiging versterkt de politiecapaciteit en veiligheid in Suriname. In Onverwacht zijn vaktrainingen gestart als onderdeel van Wroko Fumik Moni. Ongeveer 50 deelnemers leren kosteloos een vak. Minister Stephen McAndrew en de SAO riepen op tot discipline en inzet, omdat de trainingen kansen bieden op werk en zelfredzaamheid. Het project breidt uit naar andere districten. CARICOM Impex organiseerde gisteren een workshop over de Crime Gun Intelligence Unit, CGIU. De Verenigde Staten van Amerika financieren deze unit via de Caribbean Basin Security Initiative om criminaliteit te bestrijden. Ambassadeur Robert Foucher benadrukte dat de CGIU een van de meest efficiënte CARICOM units is. In 2 jaar investeerden de VS meer dan $2 miljoen. Suriname ontvangt onder andere apparatuur om vuurwapengerelateerde misdrijven te onderzoeken en daders te vervolgen.